We zijn in Willebroek nabij Mechelen, in een van de grootste hoogtechnologische sorteer- en distributiecentra van PostNL pakketten. In dit gebouw worden pakjes aan extreem hoge snelheid gesorteerd door onze hoogtechnologische sorteermachine, zodat de bezorgers ze zo snel en gemakkelijk bij de consumenten kan bezorgen. Dankzij deze nieuwe, energie-efficiënte machine kunnen hier 9000 pakjes per uur gesorteerd worden. Wanneer een consument een pakje bestelt, kiest de webwinkel op welke manier het verzonden wordt. Webwinkels kunnen ervoor kiezen om zelf bestellingen aan te leveren bij het PostNL sorteercentrum of om PostNL de pakjes te laten ophalen op hun locatie. Bij grotere volumes worden de pakjes vervoerd van webwinkel naar het sorteercentrum op rolcontainers. Het gebruiken van bespaart veel tijd. Tijdens de sortering worden de pakjes automatisch gemeten, gewogen en gefotografeerd. Het label op het pakje wordt ook onmiddellijk gescand door de sorteermachine. Met de informatie van de scan weet PostNL waar het pakje naartoe moet en is er een up-to-date verzendinformatie. Deze informatie wordt gecommuniceerd naar de consument op de Track and Trace pagina en in de PostNL-app. Zo weet hij waar het pakje zich bevindt en wanneer de bezorger langskomt. Dit gebouw kreeg het BREEAM-certificaat, een keurmerk voor de meest duurzame gebouwen. Elektrische bestelbussen en personenwagens en fietsen kunnen gebruik maken van het laadplein dat zijn energie haalt van de zonnepanelen op het dak. Dit en andere regionale sorteercentra zorgen ervoor dat lokale webshops hun pakjes later kunnen aanleveren bij PostNL. En de dag erna al bezorgd worden bij de consumenten, of die nu in België of Nederland wonen. Logischerwijs zorgt een snelle sortering ook voor snellere toeren waar dat nodig is. Dat levert voordeel op voor de webwinkel die het geretourneerde product weer te koop kan aanbieden. Een tevreden klant is een klant die terugkomt. Als logistieke dienstverlener zijn wij een belangrijke schakel in de e-commerce-belevenis. Daarom investeren we in mensen, middelen en infrastructuur zodat we blijven verder bouwen aan een kwalitatieve dienstverlening.